Onze leden van mij, verblijf ik dan voor te rijden, hij heeft een leidersgenaam. Kijk, hoe doe ik? Hoe moet je het doen? Hij gaat het regelen, letterlijk, dat je dus je bedrijf om kunt zetten naar een Porsche busfirma in Duitsland. Dit is wie ik ben. En dan regelt hij het hoegenaamd vandoor, want dat zegt de wet. En dan vraagt hij van ieder transportbedrijf per maand 150 euro. Wat is de bedoeling hiervan? Dat je ook in personeel aan de werkgever mee moet nemen. Dat je dus in Duitse firma komt werken. We weten allemaal in Duitsland werken ze grotendeels in de Zuid-Salaris. En we geen CAO. Oftewel het salaris dat is lager dan in Nederland. Dat is een gekke woord. Maar je ziet hoor, dan moet je daar naar de Duitse krankenkassen. Dan kun je het geld krijgen. Maar welk recht heeft dan de werkgever, na 6 weken, en zolang je nog 6 weken ziek bent, dan mag hij ontslaan. Dat is natuurlijk erg prettig voor de foute werkgever, dat ik hem zeg, dan ben ik zo in de muntertijd ziek tussen mij af. En ik advies u nu. Weigert mee te gaan naar het Duitse postbusfirma. Doe het niet. Want je bent, en dat recht heb je om dat te weigeren, want je bent zelf gelijk de klos. Doe het dus niet, het is echt een advies in mij. Dat is nog een vraag van mij, nou hoor. Zijn jullie tegen? Ja? Heb ik nog een nee? Meneer Van Hoven, dat is dit nog tegen.